en welkom terug bij Call of Duty 4. En vandaag doen we Team Deathmatch. En ik geloof dat het Team Deathmatch is. En ik speel met mijn nieuwe G3 met Red Dot Sight. Het is Team Deathmatch. En ik speel met mijn nieuwe G3. Die heb ik net uitgespeeld en ik heb al Red Dot. Dus ik heb er al even mee gespeeld. Maar ik moet er heel erg aan wennen. Want het is een semi-automatisch geweer. Dus elke keer als ik klik, dan schiet hij. En niet zo van prrrt, maar put put put. Dus het is heel erg wennen. En dit is live commentary, dus ik speel nu. En we gaan er wat leuks van maken. Dus ik zit in een super drukke server. 2 tegen 2. En ik had eigenlijk gehoopt dat dit ding iets meer damage zou doen voor mij. Maar, het gaat goed. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ging eerst nog heel slecht. En nu nog één kill. Dan heb ik airstrike. En dat gaat waarschijnlijk weer mislukken. Oh ja, airstrike. Hell yeah. Boom, ze chillen allebei hier. Ik doe het gewoon daar, maar ik ga waarschijnlijk geen kills krijgen, want er zijn maar twee gasten. Die gasten zorgen wel dat ze binnen zijn. Maar waar? Oh. Ja, die zag ik. Hij heeft me niet gekild. Hij zag me wel van ver. Die mijn zag me wel van ver. Dat vond ik wel een beetje raar. Ik zag hem gewoon en ik richtte op hem. En toen plofte hij, maar ik ben nu wel dood. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Zelfde plek. Oh, die gast is al dood. Hier ligt er nog één, geloof ik. Zo. Hier is niemand. Even laden. Oké. Oh, kijk. Er is al iemand extra bij ons team. Ik zag hem rennen. Geen kans om hem te schieten. Waarschijnlijk komt hij hier uit. Ik weet niet zeker. Oh, nee. Was dat op mij? Oh, hij heeft hem al gekild. Spring eraf. Oké. Zoeken. Ik wil killen. Kom op. Waar zijn ze? Ik zie niks op de radar. We hebben geen UAV. Kom op. Verstoppen ze zich nou gewoon? Ah, joh. Dat was echt jammer. Ik had wel gehoopt. Even kijken. 2 kills, 5... 2 deaths, 5 kills. Oh, ja, ik zag hem. Oké, deze kant ga ik hem proberen. Wow! Die auto explodeerde. Beetje random, maar... Oké, nog een kill. Ik zag net zijn hoofd erbovenuit steken. Even kijken, waar is hij? Oh, dat was op mij, geloof ik. ik dacht even dat er iemand lag. Oh, 2 hitmarkers. Oké, eindelijk. Dit is wel een rustig potje, zeg. Even kijken. Oh, hallo. Ik zag jou. Nu ben ik je kwijt. Hij verwacht me waarschijnlijk niet. Oh nee. mijn knife knopje zit een beetje niet op de goede plek. Dus ik moet die controls nog even veranderen. Een keer. Niet nu. Oh. Ah, shit. Zie ze het net rennen, wat is het? Nu is hij natuurlijk verdwenen. En gaat hij me verrassingsaanval geven. Op mijn neus. Wow! Oké. Hij is er waarschijnlijk door mijn dood gegaan. Oh, kijk. Oh ja, hij zag me. Hij zag me zeker. Hij is
Ah, nu heeft hij hem. Kom op, waar zijn ze? Hier is er nog één. Geloof ik. Eerste granaat, hoppa. Oh, hier is een mattie. Sniper. Nou, kom op. Dit is saai, zeg. Jij moet niemand om neer te schieten. Oh, ik hoor iemand. Oh, kijk, nu komen er mensen binnen. Kijk, nu zit 3 tegen 3. Dat is al één iemand meer. Even kijken. Hierboven zit er één. Het is geen Mattie. Oh, oké. Okay. Dat was een beetje jammer voor mij. Kom op, je kan hem toch door de freaking muur schieten. Is waarschijnlijk naar beneden gegaan. Bastard. Ja, check hem daar. Oh nee, hij is er nog. Kom op, wat? Is hij nou weer weg? Oh, yo. Dat was niet zo goed. even kijken. Zien we er nog ergens heen? Oh, kijk. Nu hebben zij er 4. Wij 3. Dit is dan eerlijk voor ons. Kom op, ga dood. Wat? Oh, net. Nou had ik toch nog... Oh, kijk. Headshot. Oh. Vanaf achteren. UAV, dan kan ik eindelijk zien waar al die bastards zijn. Kijk, ze zijn allemaal hier. Oh. Oké. Okay. Dat was echt heel goed voor mij. En dan is hij hier nog steeds. Waarschijnlijk zit daar ergens een sniper. Yo. Ik kan natuurlijk nooit raken met mijn G3. Dus op een of andere manier dichterbij komen, snel. Kijken, schieten, hoppa. Oh. Waar zitten ze nou? Kom op. 2 hitmarkers uit Juggernaut. Holy shit. Juggernaut is een perk waardoor je meer health krijgt. Minder snel doodgaat. Een soort van armor. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik weet niet. Misschien vind ik de G3 toch wel fijn. Het is wel wennen hoor. Semi-automatisch. Weer UAV. Oh. Hey, ik kwam knijven. Oké, okay, ze zijn... Nog een kill. Het gaat niet slecht in ieder geval. En mijn UAV zegt dat ze daar zijn. Nou, dan zal ik dat maar geloven, denk ik. En hij had gelijk. 6 voor airstrike. Oké okay dan, vooruit dan maar. Waar is mijn UAV? Die is net weg. Bam. Ik ga het gewoon daar doen. Ik heb heel weinig kans dat ik iemand hit, want er zijn toch maar 4 players om te hitten. Oké, okay, ik maakte mezelf dood en die gast die voor me stond. Oh, en nog iemand. Oké. Okay. Niet slecht. Wel jammer dat ik mezelf killde. Oh. Iedereen zat op mij te schieten. Waar chillen ze? Oeh, allemaal granaten liggen hier. Oh, een beetje jeuk op mijn hoofd. Oh, shit. Jeuk op mijn hoofd. Maak me niet dood. Rennen! Jeuk op mijn hoofd. Zo. Waar ben je? Zo. Moet je maar niet... op het dak gaan staan, midden in het landje. Oep. Daar was hij. Zo komt iedereen tevoorschijn. Zo, we hebben nog 5 minuten op de klok. Oh. Oh, shit. Nu hebben zij UAV. Nu moeten wij gaan oppassen.
Prone Shot 3. Hell yeah. First Lieutenant. Of Lieutenant, weet ik veel hoe je dat in het Engels uitspreekt. Ik ben in ieder geval Lieutenant. Is hier iemand? Oh, nog één. Hé, ik heb een andere freaking gun opgepakt. Oh. Oké. In ieder geval, level omhoog. Eerste luitenant. We hebben vast allemaal goede dingen nu. Wel misschien. Oh nee, ik moet er laden. Oh, joh. Dacht ik ren weg, maar nee. Die gast kon richten. Dus dan heeft het niet echt zin. Enemy UAV is airborne. Oh, nu hebben ze weer UA freaking V. Oké, volgens mij zat er hier een. Gaat niemand me zien? Vast wel, maar gewoon doen. Oh nee! Ah, mijn gun had ik nog niet naar de trap lopen. Nom, ik heb net lekker hamburgers gegeten. Ik heb vandaag lekker geskate. Vrienden gechilled. Een beetje hamburgers gegeten en zo. Ik heb echt geen idee waar ze zijn. Even kijken, 14 op 23. Oh, nee, niet doodgaan. Oeh, die granaat was net naast me. Wow, waarom zijn er 20 granaten? Oké, random grenade. Is dat een perk? Iedereen kon waarschijnlijk verstaan wat ik zei daar. Oh, kijk, nu hebben wij UAV eindelijk. Dankjewel voor de UAV. Dan kan ik eindelijk zien waar mijn enemy is. Dan kan ik eindelijk vals spelen. Oh, hij dacht, ik neem even cover. Oké, nog één. Anybody? Oh, twee hitmarkers. Oh, dat had Juggernaut. Kijk, ik vind Juggernaut niet vals spelen of zo. Want ik bedoel, het is in het spel wordt het geleverd of zo. Wordt het aangeboden, dus ik vind niet dat het cheat is of zo, maar. Ik vind Juggernaut wel een soort van niet zo leuk. Ai, yo. Dat was niet zo slim eigenlijk. Maar ik vind Juggernaut zeker niet vals spelen ofzo. Ik bedoel, er wordt gegeven in het spel. Iedereen koopt hetzelfde spel. En als zij dat aanbieden, dan kan je dat natuurlijk gebruiken. Daar ben ik helemaal niet tegen, maar... Toch vind ik het wel misschien overpowered, kan je het noemen. Juggernaut, want ik vind wel dat ik best wel echt meer hits moet geven voordat voordat hij dood is. Oh, wat? Ik gooi een granaat. Hie. Oh, shit. Er waren meer. Oh, nog 1 minuut. Dat ging snel. Maar zag ik hierheen? Nee. Zie je, dat bedoel ik. Ik maak 2 gewoon goede hits. En hij rent gewoon door. Terwijl... Oh nee, ik ben aan het herladen, sorry. Even pauze. Ah, yo. Dat vind ik... Ah, ik moet echt... Op sommige momenten moet ik gewoon even niet gaan herladen. Echt. Dat is echt best wel te vaak. Is dat de dood voor mij? Even herladen, terwijl er zo'n gassie op me zit te schieten. What the fuck? Enemy UAV is airborne. Aha. Oké. Okay. Kom, laatste kill. Nee, laatste. Ik ben als laatste gedood. MVP Team Deathmatch. Victory. Oké. Okay. Dus we zijn victorious. Oeh, dat was best close nog. Maar dat was het deze keer voor Call of Duty 4. En oh, ik heb AK-47U en allemaal gekke
Oh, allemaal vette dingen. Dus ik ga mijn nieuwe ding uittesten. En hopelijk zie ik jullie volgende keer op mijn kanaal. Allianz en Gaming, dus dankjewel voor het kijken. Like, comment en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!